Hallo daar beste kijkers, daar ben ik weer minstens Speedy en vandaag gaan we FTL spelen, oftewel Faster Than Light. Dit is gewoon een hele gave spel, echt heel gaaf spel, waarin je een ruimteschip bestuurt en je crew mensen moet aansturen, zo je ruimteschip controleert en door space heen gaat. Dus laten we maar gewoon beginnen met een nieuw spel. Dus je begint met het kiezen van een schip. Hoe langer je het hebt gespeeld, hoe meer schepen je hebt. Zoals je ziet kan ik er 2. Kijk, je hebt er nog een paar andere verschillende schepen, hebben verschillende start shit. Zoals je ziet, heeft hij andere dingen, ziet hij er anders uit. En sommige schepen hebben speciale augmentations en shit. Maar dat maakt allemaal niet uit. Je hebt ook nog type A en type B, maar die unlock je kennelijk met shit. Dus dat boeit niet. Even kijken, we nemen de Crystal. En we gaan even wat poppetjes naam veranderen. Ik wil minstens een Hank hebben. Zo. We hebben een Hank. Oeps. Dat was niet de bedoeling. Oké. Okay. Fuck. Nou. Hank. We willen een Hank. Hank. Oh, wel met hoofdletter. Hank. Oké. Okay. Escape. Confirm name. Accept. Oké. Okay. Dus hier zie je je schip, kan je het een beetje kiezen. Dit zijn de spullen waarmee je start. Je kan het nu niet aanpassen, je kan gewoon kiezen tussen de schepen. Je ziet je crew bestaat altijd uit 3 mensen. En je kan veranderen of het een chickie is of niet. En je kan naam veranderen en shit. Dus even kijken, gaan we deze ook een naam geven. Noem deze wel Peter, dat is wel vet. Oké, dus Peter, Justin en Hank. Yeah. Oké. Ja, laten we maar gewoon beginnen. We doen hem op normal. Yeah. Let's start. Oké, dus met spatie doe je pauze. En ik zal zo meteen even uitleggen wat alles is. Dus wij zijn een schip van de federatie. En we hebben informatie gekregen of whatever. En dat moeten we brengen naar onze home basis. En dat doen we door naar de exit te gaan bij elke sector. En ik geloof dat je tot sector 10 moet komen ofzo. Dus als je aan het einde bent van de sector, dan kan je naar de volgende sector. En dan moet je zo de hele tijd door. Nou, elk van deze locations is gewoon iets randoms. Als je erop komt, je hebt sowieso verschillende locaties. Je hebt bijvoorbeeld Nebula's. Waarbij je sensoren het niet goed doen en dat soort shit. Maar iedere locatie heeft een random event. Wat kan zijn een fight. Kunnen piraten zijn. Het kan zijn dat er een zon in de buurt is. Waardoor je eens in zoveel tijd last hebt van zonnevuren. Of hoe de fuck je het ook mag noemen. Maar het is dus de bedoeling dat wij naar het einde komen. En dat doen we met ons schip. Nou zie je, we hebben 3 crewmembers. En je ziet hier allemaal, ons schip is verdeeld in verschillende blokjes. En die symbooltjes die staan voor de verschillende systemen. Nou, hieronder zie je ook die systemen. En het zit als volgt. Ons schip heeft een bepaald aantal energie. Dat zijn deze streepjes. Dat is onze reactor. En deze energie die kunnen wij toekennen aan de verschillende systemen. Zonder energie doen ze het namelijk niet. Zo simpel is het. Nou, als we gewoon even die systemen afgaan, we hebben hier schild. Nou, zoals je ziet hebben we een schild. En hier zie je de shields. Je kan in totaal 4 shields hebben. We hebben er nu 1. En een shield is heel belangrijk in een gevecht. Want een shield vangt een klap op van een laser. En dan na een tijdje recharge de shield weer. Het zorgt er in ieder geval voor dat je hull niet beschadigd wordt. En als je hull beschadigd is, ben je dood. Game over. Moet je opnieuw beginnen. Dan. Je engine zorgt ervoor dat je kan weg kan jumpen. En het zorgt voor een grotere kans om te ontwijken. Het is namelijk zo dat je ziet hier van die hoofdjes. Als je daar een poppetje opzet. Door je poppetje te pakken. En hem daar neer te zetten. Zul je zien, ik heb hem nu bij een schild neergezet. En nu komt hier een hoofdje. Als ik dan hier ga kijken. Dan staat er fully man, a man by crew. Wat dus betekent dat. Er staat hier manning increased shield recharge speed. Oftewel, een schild gaat sneller rechargen. Dus het is altijd handig om een poppetje te zetten bij je schild. Zodat het gewoon snel weer terugkomt in een battle. Dan heb je oxygen generator. Nou, het is heel simpel.
zuurstofgenerator. Zonder zuurstof gaan we allemaal dood. Hier heb je ook onze zuurstof op het schip. Als zuurstof laag is, worden de kamers rood. En als er dan een crewmember in die kamer rondloopt, zullen ze langzaam doodgaan. En ja, het is een beetje fucked up als dit stuk is. Nou, dan hebben we de medbay. Daar kun je je popje neerzetten en dan gaat hij automatisch healen. Je hebt de weapons ding. Daar zet ik ook altijd iemand neer. Dus Henk, jij mag naar de wapens. Als je daar namelijk iemand in neerzet, dan is de recharge tijd op de wapens kleiner. Dus hier, je ziet, de wapens hebben drie slots die we kunnen usen, power slots. En we hebben hier een Artemis, dat is een raket. Je ziet hier ook aantal raketten dat we hebben, dus we hebben er 8. En we hebben de burst laser. Burst laser kun je gewoon oneindig vaak vuren. Maar je ziet nu ook, dit kleine balk hiernaast, dat is de recharge tijd voor je wapen. En zodra die groen is, zoals hier, kan je of hierop drukken en dan klikken. Of je drukt op 1 en je klikt. En als je shift, de rechtermuisknop klikt, dacht ik. Of, ik weet niet meer precies hoe je dat deed. Maar je kan ook auto vuren. Oh, dus hier. Left control aim. Oké, dat was het. Dus je kan auto vuren zetten, zodat je het op de vijand zet op de juiste systemen. Dan heb je de subsystems. Deze zijn minder belangrijk. Nou, je hebt de piloot. Dat is eigenlijk best wel belangrijk, want zodra je piloot en je engine het doen, dan pas kan je jumpen. En dan ga je naar de volgende locatie. Dus dat is ook handig als je in een gevecht zit dat je niet kan winnen. Moet je dus zorgen dat die twee gewoon nog werken. Nou, met de sensoren kunnen we zien hoe we nu kijken. Dus kunnen we al onze vakjes zien. Als onze sensoren stuk zouden zijn, zouden al deze vakjes zwart worden. Zouden we niet zien wat daar gebeurt. En deuren, dat is ook heel handig. Stel nou, er komt brand op het schip. Dan kunnen wij deze deuren open doen. Zoals je ziet wordt nu de kamer een beetje rodig. Dat betekent dat er zuurstof, minder zuurstof aanwezig is. En je kan op deze manier heel goed branden stoppen. Omdat brand natuurlijk zuurstof nodig heeft om door te branden. Dus dan kun je de deuren open doen tot aan bepaalde kamers. En dan kun je met één klop alle deuren open en alle deuren dicht doen. Dus je ziet hier, ik kan nu alle deuren open doen en... Het is slim genoeg om de buitendeuren niet dicht te doen. En met X doe je alle deuren dicht. Nou, verder, wat moet je weten? Hier is onze benzine. We hebben dus genoeg voor 16 jumps. We hebben 8 raketten en dit zijn de drone parts. Nou, drone parts die zijn voor de drones en we hebben nog geen drones, dus dat boeit helemaal niet. Scrap, dat is het geld. En je gebruikt het om zowel te upgraden, zoals je hier ziet. En voor in de shop. Dus je kan hier extra powerbars kopen. Dan heb je meer power om uit te delen tussen die systemen. En je kan de systemen upgraden. Je ziet hier aan de rechterkant wat de upgrade precies doet. En zoals je ziet, als je de shield upgrade, krijg je meer shield bars. Engines krijg je allemaal sneller shit. En met wapens kan je gewoon meer wapens, sterkere wapens aanzetten. Nou, hier kan je nog je crew bekijken. Je kan mensen wegsturen. Er zijn verschillende rassen en de verschillende rassen hebben verschillende traits. Nou, humans die zijn gewoon normaal, dus die hebben gewoon niks speciaals. En je crew heeft een soort skills. Zodra je hem zet op één plek, bijvoorbeeld schild, zal hij daar een beetje XP in krijgen. En zodra hij daar lang genoeg heeft gestaan, dan gaat hij soort van level up, waardoor hij nog beter werkt bij zijn schild. Dus je schild wordt zeg maar nog beter. Nou, en hier is je equipment. Dit zijn onze wapens. Je kan natuurlijk ook nog wat in de cargo hebben. Dat kan je dan verkopen of erin zetten. En dan heb je je system of drones. Nou, heb je voor drones ook een systeem nodig. En dat hebben we niet. En augmentations zijn speciale special shit dingen ofzo. Ja, dus ik denk dat het genoeg gepraat en uitleg was. De rest show ik wel gewoon tijdens het spel. Dus laten we gewoon... laten we even... Yeah. Muziek is ook fucking awesome. Oké, so shit hier, battles nearby. Oké, we gaan ze helpen. Oké, dus ze zitten hier in een gevecht. En wat even belangrijk is, is je kan een spatie doen om te passeren. En als je dat doet, kan je intussen je mannetjes zetten op een plek. Dus stel, ik wil deze gast daarheen, dan kan dat. Zoals je ziet, groen stipje. Zodat je
zeg maar niet helemaal gaat panieken tijdens het gevecht. Je kan elke keer pauze doen en even rustig over nadenken. Dus wat zo handig is aan de Artemis is dat het schild negeert. Dus het gaat door het schild heen. Dus wat handig is om te doen is om je Artemis op de vijandelijke schilden te vuren. Zodat het schild van de vijand kapot gaat. Want als je schiet op het schildsysteem gaat het schildsysteem stuk. Waardoor ze dat eerst moeten repareren voordat ze hun schilden weer aan kunnen zetten. Nou, en dan gooi ik de burst laser op de wapens, zodat ze ons niet kunnen aanvallen. Zodra we dat geraakt hebben. En als je gewoon het schip raakt, maakt niet uit in welk vakje, dan gaat de hul schade krijgen. Zoals je ziet, is de kans dat het gemist wordt en allemaal dat soort bullshit. Het enige wat je wel moet, aan me moet opletten is dat je raketten natuurlijk wel een bepaald nummer heeft. En schieten op shit als zuurstof zorgt natuurlijk voor dat ze, als het te lang duurt, van binnen allemaal doodgaan aan gebrek aan zuurstof. Dus we hebben de piraten genaaid. En we hebben wat shit gekregen. Yeah. Let's continue. Yeah. Dus kijk, nu zitten we in een nebula. En even kijken. Oké, laten we ze helpen. Oké. Het probleem van de nebula is, zoals je hier ziet, wij kunnen niet zien wat er gebeurt in onze eigen dingen. Ja, omdat de sensoren niet werken. Maar dat is vervelend, vooral als er brand uitbreekt, want dan zie je niet dat er brand uitbreekt. Maar als we gewoon zorgen dat dat niet gebeurt, komt alles goed. Je ziet hier ook de deuren open gaan, dus er zijn ook mensen op dat schip. En zodra je je sensoren upgrade, kun je ook de shit zien op hun schip. Bitches. En als het systeem rood wordt, of oranje, hoe roder, hoe meer kapot, zeg maar. Best wel logisch. Voor mij dan. Yay. Nice. Oké, nog meer scrap. En nu kunnen we even dit hier laten repareren. Dat is dus het punt. We zien nu al dat het systeem gebost is, maar we kunnen niet zien wat er verder gebeurt. En dit is een beetje fast and light. Elke keer is er weer een random event en dat is het leuke eraan. Hey, kijk, een store. Je hebt stores en je hebt distress dingen. Oké. Dus we hebben systems. Met cloaking kun je onzichtbaar worden. Dat is vet. Drone control. Oké. Repair arm. Repair every time you collect scrap. Nee. Non-destroyed drone and retrieve. Oké, dat is cool. Boost the ship shield recharge rate. Klinkt interessant, alleen hebben we niet genoeg shit voor. Even kijken, ik doe wel even een repair. Zo. Laten we verder gaan. Doen we wel. En zoals je ziet hier staat zo'n warning ding. Dat is de rebellenvloot die achter ons aankomt. Dus ja, moeten we zeg maar op tijd weggaan. Want anders kom je met die rebellen in de gaten. Oh. Fucked up. Even kijken. Kunnen we nog? Jawel, dat hadden we nog. Gaan we ook even naar deze distress. We zitten namelijk nu nog even in We zijn nu nog in de eerste sector, dus is het handig als we zoveel mogelijk shit verzamelen. Even kijken, schild. En vuur. Nu zijn al die vijanden nog heel simpel, met één schild en geen drones en dat soort shit. Maar naarmate we verder gaan, zullen ze meer schilden hebben en oh shit, probeer het te ontsnappen. Dus ja, naarmate we verder komen, gaan ze ook meer stuff krijgen. Dan krijgen ze ook drones en shit. Oh, fuckers. Zo, is dood.
Een beetje proberen te ontsnappen, hè? Klootzak. En je moet er snel terug gaan. Nou is het zo dat als je bij een locatie bent geweest waar je al was... Oh, nou, ze kunnen in één keer door naar de exit. Als je op een locatie komt waar je al was, dan gebeurt er niet echt veel. Oh, fuck you, man. Ik ga jou killen. En tijdens gevechten krijg je allemaal random shit. Soms proberen ze je om te kopen. Oh, shit. Kijk, we hebben een gat in het schip. En dat zorgt ervoor dat er zuurstof uit het schip ontsnapt. En nou moet je maar uitkijken, want het kan ervoor zorgen dat je een beetje zonder zuurstof komt zitten. Zoals je ziet hier, krijgt hij schade. Als hij trouwens dood gaat, dan is hij dood. Dus dan ben je best wel fucked. Kijk, we hebben een drone. Dat is nice. En als je deuren opent, rondom kamers die geen zuurstof hebben, zal het zuurstof uit die andere kamers die kamer inkomen. Dus zal het sneller weer vullen met zuurstof. Oké, beter. Bent weer helemaal beter. Kom op. Hier, Henk is niet helemaal toppie. Oké. Nou, we hebben dus aardig wat scrap. En we hebben een drone. Maar daar hebben we helemaal geen power voor. En daar hebben we geen drone ding voor. Dus ik denk dat we maar 2 powerbars kopen. Ter voorbereiding op het upgraden van ons dinges. Hoe heet het? Oh shit. Man, dit. Ja, we gaan vreselijk. Het is een agressieve sector, dus hier komen veel fights. En ja, ik weet niet meer hoe laat het eigenlijk, hoe lang deze video nu al duurt. Ik weet wel dat ik lang gepraat heb aan het begin. Het was gewoon een beetje om uit te leggen geven. Dus ik hoop dat het allemaal goed is begrepen. En ja, als je het leuk vindt, laat een like achter. En dan zie ik weer in de volgende video. Laters.